Jarp kijkers van mijn kanaal, mijn naam is oftewel de Rotjo, welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjo! Oké, wauw, dat klinkt heel erg slecht, maar in ieder geval welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag is het tijd voor een hele toffe video, want ik ga natuurlijk weer even reden op mijn eigen server, play.rotjochie.nl. Ik ga het even in de chat typen, play.rotjochie.nl. Web, hartstikke tof, hartstikke gaaf, hartstikke awesome. Dan kan ik ook met mijn faction spelen. Maar deze maand ga ik even wat. Ik ga heel veel vertellen. Ik ga heel veel vertellen op mijn server. Ik ben super excited dat je hoort het. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. In ieder geval, op dit moment dat ik het opneem, is het 1 uur 's middags. Al die kinderen zitten op school, dus de server is rustig. Ze zijn nu met 11 mensen online op factions. Ik bedoel, hey, wow, het is echt schooltijd op het moment. Het is maandag, dus iedereen is lekker naar school toe. En jongens, ik heb er heel veel zin in. We gaan even reden. Vandaag, dat ga ik doen in de video, gewoon om natuurlijk wel, ik moet wel iets gaan doen in mijn video, terwijl ik ga vertellen wat er allemaal gaat gebeuren deze maand op mijn server. En jongens, ik heb er zoveel zin in. Nou, in ieder geval gaan we warp, /home, hoe word ik het nou genoemd? Raid, home raid. En we gaan even een kleine raid zetten in factions. Nou, als eerste, de maand december op mijn factions, op mijn server, play.rotjoch.nl, wordt echt de meest gekke lijpe maand die ik ooit gehad heb op mijn server. Want we gaan ongelooflijk veel nieuwe game modes gaan we releasen. Het wordt gewoon heel ziek. F-map on ga ik doen. Appa, dan weet je geen idee. Nee, ik ben wanneer je mijn klus krijgt. Oké, we gaan naar het oosten toe, want hier is een raid. Het heet Epic PvP'ers. En ik ga even een kijkje nemen of ik hier ga kunnen raiden namelijk. Oké, hier is dus een iets. Maar ik denk, kijk, daar is een soort huisje hebben ze gebouwd. Ik denk dat daar zeg maar hun base ligt. Dus ik denk dat ik precies richting het huisje wil. En dan hier gaat reden. Ik ga even kijken waar kan ik bouwen. Als ik weet waar ik kan bouwen, dan ga ik daar ook zo doen. Of daar ga ik dan ook kunnen. Ja, dan ga ik daar de grond in. Dus. Oh, ik kan hier al. Hier kan ik al. Waar is het nou? Wat de hel? Oké, dus dit kan ik ook slopen nog. Oké. Oh, ik kan nog best wel dichtbij komen ook. Zie ik. Nee, wacht. Hey. F bypass voor de zekerheid. F bypass. Die heeft enabled. Oké, dus disabled. Oké. Dus ik kan het. Wat de hel? Zit ik niet in een faction dingen nu? Nee, oké, zie je? Hun territorium is niet hier. Die is hier. Oké, ik zie het. Oké, nu kan ik het. Oké, ik dacht even dat ik misschien in bypass zat. Ik denk dat die shit ongeveer hier zou moeten zijn. Die base. Ik zou even kijken nemen. Dat is veel dichterbij, hè? Dat is veel. Want als ik hier ben, dan kan ik veel dichterbij komen. Daar kan ik niet. Hier kan ik wel nog. Dus ik denk dat ik eens vanaf hier ga en die kant op ga. Dus, want hier kan ik wel bouwen. Ze hebben het een beetje raar geclaimd. Nou, we gaan hier de grond in en let's do it. Maar, mijn server. Wat gaat er allemaal gaan komen? Wat gaat er allemaal gebeuren? Jongens, het wordt één grote, eigenlijk update festijn. Want er gaat zoveel. Oké, hier is dus het territorium van hun. Er gaat zoveel nieuwe shit gebeuren. Dat wil je niet weten. Nou, dat wil je eigenlijk wel weten. Het wordt echt hartstikke sick namelijk. Want wat gaat er allemaal komen deze maand in op mijn server. Nou, ik ga het je allemaal opnoemen natuurlijk. 1 december is de dag, de belangrijkste dag, want op 1 december gaat er heel veel gebeuren. Nou, op het moment dat je deze video kijkt, ben je dus een faction speler. Ik denk ook wel op mijn server, anders kijk je mijn video natuurlijk niet, als je hier niet op speelt. Nou, factions gaat veranderen. Want normaal gesproken doen we normale factions, wat we nu altijd doen, met inderdaad het reden, het standaard factions hebben we eigenlijk op mijn server. Ook hartstikke leuk natuurlijk, ik bedoel, anders heb ik er niet gekozen ooit voor. Maar hey, we hebben het standaard factions dat we altijd doen. Maar dan gaan we veranderingen brengen, want deze maand, dus de hele maand december, gaan we 1 maand precies, dus echt maar 1 maandje, gaan wij hier, in plaats van normaal factions, HCF doen, Hardcore Factions. En Hardcore Factions is net even wat anders dan normale factions, en ik vind het persoonlijk, ik heb het zelf nog nooit gespeeld, dus ik heb eerlijk gezegd nog geen echte mening erover. Maar ik ga even een game mode 1, want ik ga even een Flint and Steel halen, sorry, dat heb ik gewoon niet, ik ben even heel erg lui, het spijt me. Maar gaan we hardcore factions ga ik spelen met die mensen. Met de serverstaf. Want hey, het werd een beetje tijd voor verandering. Ga ik wel de goede kant op nog? Ja toch? Dit was. Wauw, dat weet je niet. Heb ik het nou toevallig in één keer? Ik heb geen enderpearls. Ik kan het wel kapot maken. Kan ik hier bouwen? Kan ik hier gewoon nu in? Ja, ik kan er gewoon in. Alleen ik kan er niet in. Dus ik moet eventjes nog.
Als je nou ook nog even opblaast, wacht. Wauw, dit is dus, nee, dit weet je niet. Is dit nou de hele reden? Ik, van, ik ga een video van een uurtje van kunnen maken, want ik ga die hele base moeten vinden. Lololololol. Oké, nou in ieder geval, Kit PvP gaat er ook aankomen. Maar we hadden het over Hardcore Factions. Sorry, deel, je moet wel even een beetje bij de les blijven. Hardcore Factions gaat komen. En hoe gaat dat worden? Nou, Hardcore Factions is een soort van factions, maar dan zonder base met cannons. Maar dat gaat werken met kill, of dead spare voor raidable, zeg maar. Dat is volgens mij DPR. Als je, hoe vaak je doodgaat, dan ben je raidable. Hetzelfde als power, maar dan nog net iets extra's. Nou, je hebt dus per persoon heb je dus, ben je dus 1 punt waard van death. Dus als je doodgaat, ga je min 1 krijgen. Je faction heeft 5.5 death DPR. Dus death per kill. Sorry, ik weet niet precies hoe het heet. Death voor raiden, zeg maar. Dan je 5,5 keer mag je doodgaan. Dus 6 keer dood houdt in dat je raidable bent. En dat houdt in dat iedereen, letterlijk, echt iedereen, jouw base kan raiden. Wat houdt het in? Minder uren bezig zijn met een gigantische base maken. Want je kan een klein beestje maken, is al genoeg. Traps, het gaat vooral om traps maken. Dus vooral valkuilen waar mensen in kunnen vallen. En er wordt gewoon veel meer ge-PVP. Er wordt veel meer bezig geworden met lekker elkaar afmaken. En dat vind ik zelf het tofste van eigenlijk dit. Nou, ik moet niet op mijn flintstiel. Oh my god, ik ben gewoon al binnen, man. What the fuck is dit gewoon? Dat ik echt niet... Oh, fuck mijn flintstiel. Had ik echt niet verwacht dat ik zo makkelijk hier binnen zou komen. Maar in ieder geval, het is wel gelukt. Maar ja, dat is het dus. Het is dus heel erg vet. HCF gaat beginnen. Hardcore Factions op mijn server. Als je geen nog nooit gedaan hebt. Je zijn vast wel Engelse HCF dingen waar je op kan oefenen. Alvast natuurlijk, als je het niet weet. Ik ga ook een video maken wat HCF precies inhoudt. Dat komt dan wel. Maar dat komt dus op 1 december. Het is niet het enige. Ik geloof echt niet dat dit het enige kan zijn wat hier is. Het is wel een hele kleine basis. Anders hoor, jongens. So, I don't know, man. I don't know. We gaan een beetje die kant op nog. Oké, we gaan gewoon nog meer kennen. Waarom ook... We gaan nog meer opblazen. Waarom ook niet. Ja, het is in ieder geval... Of, hoe is dat ook weer? Dus eerst die. Dan die. Woehoehoe, rennen! Maar ja, dan komt in ieder geval dus HCF komt. Het is precies voor 1 maand. Dus de hele maand december HCF. En daarna gaan we kijken wat de kijkers het leukst vonden. Dus of de oude game mode van Factions. Die ik dus nu aan het doen ben. Of HCF. Dan moet er een keuze gemaakt worden. En dan is het weer, vanaf elke 3 maanden is er een reset van de game mode zelf. Oké, wacht, hier kan ik dus gewoon omheen minen. Meen je dit nou? Oké, alleen dit heb ik geclaimd dus. Oké. Kan ik hier nog wel iets plaatsen? Nee, hier dus niet meer. Oké, top. Het gaat tot met hier. Maar HCF 1 december. Dat wordt echt hartstikke vet geleid door Sam. Dat is iHexor natuurlijk. En ja, dat wordt dus een heel groot feest. Zoeken we ook nog een klein beetje staf voor. Maar dan, er komt het volgende van december. Oh jongens, ik heb er zoveel zin in. December nog toffer, want in december is namelijk ook iets wat gaat komen. Dat heet Kit PvP. Er komt gewoon Kit PvP op de Rotjochie server. Iedereen is er al heel erg hyped over, want mijn Kit PvP is niet zoals andere Kit PvP's. Wij gaan werken met een ranking systeem. Heel simpel. Ik weet niet of sommigen van jullie League of Legends spelen. Doen jullie dat wel? Auw, spelen jullie wel League of Legends, dan gaat dit gewoon de shit voor jullie worden. Want ja... Het is gewoon met een ranking systeem. Heel simpel. Het gaat als volgt. Als jij een kill maakt in Kit PvP krijg je 1 coin. Dus 1 muntje. Als jij doodgaat, gaat er een muntje vanaf. Dus stel je voor je kill 2 personen, heb je 4 coins. Je gaat dood, heb je nog maar 3 coins. Op die manier gaat dit puntensysteem in zijn werking. Bij een aantal coins ga je van een rank, bijvoorbeeld brons 5. Hè, voor de League spelers ben je dus brons 5. Staat er in je naam is ook in brons. En bij je naam staat ook B5 van brons 5. Dus dat betekent dat je niet zo heel erg goed bent. Nog. Moet je dus 100 coins hebben, dan ga je door naar brons 4. Nou, moet je weer een aantal kills hebben, ga je dus door naar brons 3, enzovoort, enzovoort. Ik vind het wel kut, alleen dat ik die reden nu al eigenlijk succesvol is geweest. Want het was echt... Nou, ik ga wel het hout meenemen, want joh, het is fucking veel hout. En hout is handig om te hebben, oprotten met die snowballs. En hout is gewoon chill om te hebben, maat. Dat is wel heel erg chill. Ik heb nog steeds geen base deze faction. Ik heb het helemaal niet gespeeld gewoon. Dat is echt heel zonde. Maar HCF ga ik echt tryharden trouwens. Maar Kit PvP gaat werken met het rank systeem. Dat wordt echt hartstikke tof, hartstikke gaaf. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. En wauw. Is dit echt alles? Dan ga ik gewoon slash wild. Ik ga op zoek naar een nieuwe raid hoor. Want dit was echt poepie easy. Maar HCF gaat dus komen op 1 december. En Kit PvP met een ranking systeem. En het wordt zo tof, jongens. De kits hebben we getest met heel veel mensen. Het is super balanced. Super balanced. En ook nog met donatieranks. Stel je voor, je gaat donaties doen. Of donaten. Normaal gesproken van die klote kit PvP servers. Als je dus gaat donaten of je gaat
een kit kopen of wat dan ook, kan je dus kits kopen. Dat houdt in dat bijvoorbeeld iedereen loopt met Iron en omdat je gedoneerd hebt, geld betaald, dan krijg je Diamond. Dat is dus wat heel veel skit PvP servers doen om geld te verdienen. Maar dat is super kut, super slecht, want dan verneuk je echt je server mee. Ik heb gekit PvP op andere servers, ik ga geen namen noemen, het is een Nederlandse server. Waar als je kit PvP't en er lopen een paar donators rond. Ja, iedereen heeft leather, maar de donators die dragen daar gewoon letterlijk chain. Dus het verschil tussen leather en chain, dat is best wel erg groot. Het is super unbalanced en super niet leuk meer. Dat is gewoon echt niet oké. Okay. Dan heb je andere servers die hebben kits gemaakt. Waarvan je denkt van ja, waarom de fuck zou ik een andere kit nemen? Want het is niet gebalanceerd. Het klopt voor geen meter, weet je. Waarom zou ik de fisherman kit nemen? Terwijl gewoon het zwaard van de swordsman sharpness 5 hebben. Die van de fisherman sharpness 1 of zo, weet je. Het staat helemaal nergens op. Daar hebben wij met heel veel spelers, vooral Tixane. Dus Enver, Urmi, Pieter Valenor, Mesion 3 heb ik allemaal op de server losgelaten. En alle kits lopen testen de hele tijd. En nou, uiteindelijk is er dus uitgekomen een kit. Hier is een faction in de buurt. Dus de boys heten ze. Waar zitten ze dan? Ik zie het al. Ik zit een beetje in het westen van mij. Oh, gaat ook op af. Dus dat is mooi. De boys gaan weer te reden. Maar in ieder geval, dat gaat dus aankomen. Kit PvP met hele balanced kits. Wat is dan voor de donatie denk ik wel te doen? Heel simpel, de kleurtjes. Bij ons zijn alle kits die we hebben, is van leather met een enchantment erop, zeg maar. Dus waardoor iedereen vecht, zeg maar, een oranje leather kleding wat enchanted is. Met protection 4 volgens mij, of zoiets. Protection 2, weet ik veel. In ieder geval een protection. Nou, heel erg leuk. Dat is dus, dude, what the fuck? Is hij dan geraid of zo? Ik weet het allemaal niet. Het ziet er heel raar uit, het plekje. Oh nee, Diederik zit vast. Oh, please, aan me eruit kunnen komen, alsjeblieft. Oh ja, makkelijk. Easy peasy. Ik raak even in paniek voor niks. Maar in ieder geval, dan gaan we dus werken met cosmetics vooral. Dus stel je voor, iedereen PV het oranje. Nou, voor bijvoorbeeld, weet ik veel, 3 euro of zo. Kun jij in plaats van het oranje, krijg jij een rode chestplate. Dus alles wat wij willen doen qua donaten, is dus vooral andere kleurtjes aantrekken. Dus je wordt niet sterker dan de rest. Want dat is natuurlijk heel oneerlijk. En een server dat heel erg niet in balans is. En daar houden wij niet zo van. Oh mijn god, man. Wat zitten die gasten? Wat zitten die dudes van die raid? Dat is echt kloten. Man. Maar dat is dus inderdaad hoe dan de server gaat zitten. Eruit gaat zitten lopen. Eruit gaat zien. Oké, hier zitten dus de boys. Oh my god. Zitten dus echt hierin? Oh mijn god, hoe ga ik dat ooit vinden in de berg? Oh man, dat gaat heel veel tijd kosten voor iets wat eigenlijk niet waard is. Oké, nou, het is niet anders jongens. De boys gaan we reden. Misschien hebben ze die hele chunk helemaal naar boven. Misschien hebben ze dit bovenop een beetje. Ik weet niet. Ik ga eens even bovenop kijken. Zal ik zitten ze bovenop gewoon in een huisje. Dan ben ik hier helemaal moeite aan het doen. En dan zitten ze gewoon hier in een boom of zo. Weet ik veel. We gaan even een kijkje nemen. Maar dat wordt dus kit PvP. En dan houdt het niet bij op. Wat wordt nog veel vetter. Want kit PvP dat lanceert dus ook 1 december. HCF 1 december natuurlijk. Dat houdt in dus dat je december lekker kan grinden, lekker kan PvP'en met NHCF en met kit PvP. En in de kerstvakantie natuurlijk, volgens mij vanaf ongeveer de 14e voor de meeste, is het grinding time. Dan kan je lekker de hele tijd, fuck deze raid man, dat is niet waar, boys. Ga je de hele tijd lekker gaan PvP'en en lekker grinden om ja, eigenlijk verder te komen als de rest. Dus je kan gewoon verder komen omdat het gewoon heel erg tof gaat worden daar. Dus even kijken, heb ik nog in mijn... Oké, wat ik ga doen. Ik ga even kijken of ik een beetje kan PvP nog. Als mensen er zijn tenminste. Want volgens mij is het een beetje rustig nu beneden. Dus dan ga ik even dit weggooien. Fuck al die shit, maat. Even kijken. Wat ga ik meenemen? Pot of healing. Golden apple ga ik laten liggen. Splash potion of strength. Fire aspect heb ik op mijn zwaard. Dus dat hoef ik allemaal niet mee te nemen. Of regen. Ja, zoiets ga ik meenemen. Toch? Een OP apple. Neem ik er 6 van mee. En ik ga kijken of beneden tenminste iets te doen is nog. Hé, hey, weet je wat? Splash Potion of Swiftness. Daar word ik wel even happy van. Nou, we gaan even kijken nemen in de Warzone. Maar, wat dus ook is. Het wordt dus echt heel erg tof deze december. Want je kan lekker grinden met en kit PvP. En natuurlijk dus inderdaad met het HCF. Het Hardcore Factions. Ik heb er heel erg veel zin in zelf. Ik ga het echt heel veel spelen. Dat weet ik van mezelf nu al. Ik ga er ook een serie van starten. Daar ga je donder op zeggen. Dat ga ik zeker doen. Het wordt echt super sick. Ik heb er heel veel zin in. Maar dan komt er het leukste bij voor de mensen die het nog niet weten. In de kerstvakantie zelf, dus vanaf de 14e tot en met eind december, komt er ook murder op de server. Oftewel, het spel wat ik speel met mijn matties, Minecraft Murder,
Minecraft Murders, maar dat gaat dus komen op mijn server ook. Maar dan geautomatiseerd, waar jij het kan spelen met randoms op de server. Kunnen 10 mensen de servertje in, 1 moordenaar, 9 mensen op de weg rennen. Er wordt ingesteld dat je niet kan shiften. En het wordt gewoon super tof. En daarnaast gaat er nog 1 geheime game mode komen. Maar dat hou ik als een verrassing. Het heeft te maken met Kingdom. Het is echt super tof. Het is gewoon, zeg maar, oorlog. Het is echt super sick. Het wordt heel erg vet. Deze maand wordt echt vet. Lieve kijkers, als eerste mijn excuses voor deze saaie raid. Ik dacht van, oh vet, ik ga deze dudes raiden. Ze hebben heel veel geclaimd. En hebben ze in één keer zo'n kleine cutbase. Dus dat is wel, gewoon kloten en dom. Maar goed, hey, het is me wel gelukt in ieder geval. Met onoplette tijd dat ik per ongeluk in één keer door de muur heen kwam. Had ik ook niet verwacht. Maar ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken. Hopelijk vind je het leuk. Vraag me even weten of je zin hebt in deze maand natuurlijk. Want ik heb er erg veel zin in natuurlijk. Nogmaals bedankt Kaas Hosting voor het hosten van onze server. Hartstikke tof. En ik zie jullie graag in de volgende video. Lieve kijkers, bedankt voor het kijken. Later was het ziens. En natuurlijk, peace.